Hoi en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn gelezen boeken van december bespreken. Ik vlieg echt door mijn boeken heen, het gaat echt hard. En het is januari, dus het is tijd om mijn gelezen boeken van december met jullie te bespreken. Dus mocht je benieuwd zijn welke boeken ik heb gelezen in december en wat ik er dan zoal van vond en of ik ze zou aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik las is van E.L. Todd en dit boek heet Je hebt mijn hart. Inmiddels zijn Conrad, Theo en Silke aan hun laatste jaar op de universiteit begonnen. De rest van de kliek is allemaal vertrokken naar waar ze eigenlijk oorspronkelijk wonen. En het is best wel een groot gemis voor deze drie, omdat ze, ja, de hele kliek is nu uit elkaar gevallen. Maar ze proberen er toch het beste van te maken, omdat ze toch het laatste jaar op de universiteit moeten doorkomen. Conrad is eigenlijk niet echt geïnteresseerd in een serieuze relatie. Maar hij vindt het wel leuk om een beetje wat aan te klieren met vrouwen. En dan komt hij op een feestje een vrouw tegen die heel elegant is. Eigenlijk veel te hoog gegrepen voor hem. Keurige vrouw. Hij wil haar eigenlijk een verovering maken. Want hij wil eigenlijk wel wat met haar aanklieren dus. Maar ze glipt eigenlijk hem door de vingers. Voordat hij überhaupt de kans heeft gehad om met haar te praten. Uiteindelijk vergeet hij haar ook weer, maar dan is natuurlijk de grote vraag, gaat hij haar nog weer een keertje ontmoeten? Theo die werkt als sportinstructeur op een vechtsportschool en dan komt er een meisje solliciteren en ze sparren samen wat op de mat en zij verslaat Theo. Omdat Theo besluit, omdat het een vrouw is, om niet zijn gebruikelijke krachten te gebruiken. En zij wint dus dat partijtje. Hij wordt best wel gepest met dit verlies op die sportschool. Want hij vindt het helemaal niet leuk. En deze vrouw heet Alex. En zij is nu zijn nieuwste aartsvijand. Want ze laat het hem nooit meer vergeten. Silke die heeft een relatie met een jongen en ze weet eigenlijk best wel dat ze haar tijd eraan verspeelt. Want het is niet een hele goede jongen, zeg maar. Hij draagt leren jasjes, hij rijdt rond op een Harley. En hij rookt marihuana. Maar toch is er iets aan die jongen wat Silke heel erg aantrekt. En ze kan eigenlijk niet bij hem wegblijven. Zij ziet eigenlijk als enige ook wel de mooie dingen in hem die hij aan de buitenwereld niet laat zien. Eigenlijk beetje bij beetje bewijst ze dat ook wel dat het echt wel een goede jongen is van binnen. En ze dwingt hem een beetje om de waarheid te accepteren. Ja, en dat werkt gewoon eigenlijk niet. Sky is helemaal van de kaart omdat ze Kaizen is kwijtgeraakt. Ze is heel zwak, ze blijft gebroken achter nadat Kaizen is gaan studeren, want zij heeft hem laten geloven dat zij met iemand anders naar bed is geweest. Dat is uiteindelijk niet zo, maar zij wilde niet dat Kaizen zijn studie voor haar op zou geven. Een leven zonder hem is voor haar eigenlijk echt ondraaglijk. Ze kan het bijna niet doorkomen. Ze wordt steeds magerder, ze is heel lusteloos, ze gaat niet naar het werk, ze doet eigenlijk helemaal niks. En dit komt ook omdat zij hem heeft opgezocht in het vorige boek. En toen deed een andere vrouw in zijn t-shirt de deur open. En daardoor is zij nog meer van slag. Omdat ze nu wel echt het gevoel heeft van het is afgelopen tussen hun. Ze stort eigenlijk gewoon helemaal in. Kaizen die is dus aan zijn studie begonnen op de medische faculteit. En hij is er gewoon niet helemaal bij met zijn gedachten. Omdat hij heel erg veel aan Sky denkt. Maar tegelijkertijd ook heel boos is door wat zij heeft gedaan. Hij kan alleen de gevoelens die hij voor haar heeft niet van zich afschudden. En hij wilde eigenlijk dat ze nooit samen waren geweest. Maar hij blijft naar haar verlangen. Hij vindt zichzelf best wel zwak en zielig. En hij raakt helemaal verbitterd wanneer hij snapt wat Sky echt gedaan heeft. Ze heeft hun relatie stomweg kapot gemaakt eigenlijk. En elke dag is een worsteling en hij gelooft niet dat hij ooit over haar heen zou komen. Slate en Trinity die hebben eigenlijk nog steeds heel veel moeite om hun relatie in stand te houden. Want ze verliezen heel veel van hun privacy nu ze allebei terug bij hun ouders wonen. En dat eist ook wel een beetje zijn tol.
Slate wil gewoon elke keer met Trinity naar bed, zodat hij haar de hele nacht kan knuffelen. Maar hij slaapt eigenlijk amper nu hij al geen maanden meer bij haar heeft kunnen slapen. Maar op een of andere manier duwt het gebrek van intimiteit hun toch steeds dichter naar elkaar toe. Ik vond dit boek heel erg mooi. Ik heb het nu een beetje globaal verteld, omdat er gewoon heel veel meer verhaal achter zit. Je moet daarvoor deze boekenreeks echt lezen, want het is te veel om dat helemaal uit de doeken te doen. Maar ik heb in ieder geval wel heel erg genoten van dit boek. Het volgende boek is ook van E.L. Todd en dit is het boek Alles en Nog Meer. Dit is het de zevende deel uit de Voor Eeuwig reeks. En hier is Kaizen eigenlijk nog steeds boos op Sky, want wat zij heeft gedaan is niet iets kleins wat onder het tapijt geveegd kan worden. Hij kan het gewoon niet loslaten en hij blijft er heel veel moeite mee hebben. Het is heel erg fout wat ze heeft gedaan en hij kan de waarheid ook niet ontkennen dat hij nog steeds van haar houdt. Maar de vraag is dus of het genoeg is om weer terug bij elkaar te komen. Silke die is het stilstaan eigenlijk een beetje zat, omdat ze met die jongen die ze dus leuk vindt, die Arsen heet, die heeft gewoon heel veel onzekerheden en elke stap die ze vooruit zetten lijken er ook weer een paar achteruit te zijn. Zij blijft wel een beetje volhouden dat zijn handelwijze zal veranderen, maar omdat hij zelf daarvan niet overtuigd is, is dat best wel moeilijk, zeg maar. Conrad die heeft inmiddels de mysterieuze vrouw die hij op dat feestje heeft ontmoet weten te traceren. Eigenlijk heel, heel spontaan was dit, doordat ze eigenlijk, hij is samen met Theo is hij naar een speed dating gegaan, een soort blind speed dating. En daar zat dus Beatrice ook. Beatrice, dat maakt het uit. Maar hij wil eigenlijk toch wel meer. Terwijl hij altijd ervan overtuigd was, ik wil geen relatie, vindt hij Beatrice gewoon heel erg leuk. Maar Beatrice wil niet meer zijn dan alleen vrienden. Ja, maar hij wil haar helemaal. Uiteindelijk geeft hij toch toe aan zijn verlangen en kust hij haar. En zij beantwoordt het ook wel. Ze geeft hem op dat moment ook wel, zeg maar, waar hij naar verlangt. Maar of het genoeg is, dat is een beetje de vraag. En Theo en Alex die hebben inmiddels een relatie opgebouwd, want er zijn een paar dingen voorgevallen waardoor ze toch bij elkaar zijn gekomen. De vonken vliegen er vanaf en Theo die begint een beetje aan zijn geestelijke gemoedstoestand te twijfelen waarom hij eigenlijk niet direct verliefd op hij is geworden. Omdat ze natuurlijk eerst gewoon echt een beetje om elkaar heen liep te draaien als aartsvijand. Hun relatie wordt eigenlijk wel intiemer en alleen dan doet Alex iets wat Theo niet zomaar kan vergeven. Dus ja, er is weer heel veel gebeurd in dit boek. Nogmaals, daarvoor moet je echt deze hele reeks lezen, wil je het goed kunnen begrijpen. Maar dit is eigenlijk een beetje de globale uitleg wat er in dit boek gebeurt, omdat het om zoveel personages gaat. Maar ik geniet nog steeds elke dag van deze boeken. Ik ben nu met deel 9 bezig. En ja, ook die vind ik weer fantastisch. Maar die zul je pas in de januari video horen. Dus dat is pas in februari dat je dat boek zult terug horen. Maar echt, deze reeks is gewoon fantastisch. Het volgende boek wat ik heb gelezen heet Ergernissen Eindigen. Het is een boek van Miranda Hillers. En deze komt uit de Friends for Life serie. Dit is deel 3. Cleo en Lennox die hebben elkaar eigenlijk heel diep gekwetst, want er zijn een aantal dingen voorgevallen en Cleo is eigenlijk gewoon stiekem nog steeds verliefd op Lennox. En Lennox heeft ook zijn gevoelens geuit naar Cleo. En zij kon dat gewoon beamen, omdat het wederzijds was. Alleen hun samen zijn, dat loopt gewoon niet helemaal zoals het moet zijn. Omdat hij heeft hele verschillende gemoedstoestanden. Hij kan van heel blij gaan naar heel chagrijnig. En dat speelt ook wel een beetje met zijn thuissituatie. Dus dat valt gewoon allemaal niet heel erg mee.
En doordat ze gewoon dat eigenlijk niet zo goed samen trekken, eindigt dat toch ook wel weer een beetje de relatie. Ja, voor Lennox gelde eigenlijk, ondanks dat ze elkaar heel diep hadden gekwetst, bleef Cleo hem gewoon aantrekken. Ze betekenen gewoon heel veel voor hem. En het leek voor hem alsof hij een hele goede plek had gevonden waar hij een soort van thuis kwam, zeg maar. Hij kon alles en iedereen vergeten behalve Cleo. Maar dan komt er toch weer een kink in de kabel. En dan moet hij alle zeilen bijzetten om Cleo ervan te overtuigen dat hij van haar houdt. En hij is ervan overtuigd om haar daarna niet meer te laten gaan. Cleo en Lennox zijn eigenlijk wel een beetje de hoofdpersoon in deze verhalen. Natuurlijk komen de anderen, de broers en ook komen ook wel aan bod. Maar ja, het grootste gedeelte draait toch wel om Lennox en Cleo. En vooral omdat ze best wel een moeilijke start hadden. Ik moet wel zeggen, ik heb het hele verhaal pas begrepen nadat ik de hele boekenreeks. Ik weet eigenlijk niet of er nog een boek achteraan komt, maar tot waar ik ben het heb gelezen. Ik moet zeggen dat dat best wel veel. Soms irriteerde ik me gewoon heel erg aan het karakter van Lennox. Gewoon hoe hij omschreven wordt. Ik kon me soms zo irriteren dat ik dacht: gozer, je bent echt irritant. Nou, als je aan iemand gaat irriteren in een boek, is dat op zich niet een heel goed teken natuurlijk. Maar desondanks heb ik toch wel genoten van dit boek. Ondanks dat ik me dus wel een beetje irriteerde. Maar ja, ik vond het wel gewoon een heel mooi verhaal. En ik vind het heel erg leuk dat het eigenlijk weer over de kinderen gaat van eerdere boekenreeksen. Dus ja, dat vond ik toch wel heel erg tof. Het volgende boek wat ik heb gelezen, dat is Waanzin. En deze is van Natasha Madison. Dit verhaal gaat over Zara Stone. Zij heeft eigenlijk gezworen om nooit meer een ijshockeyspeler te daten. Want ze weet wel beter, want ze weet hoe die gasten leven. Want haar hele familie, halve familie, komt uit de ijshockeywereld. Haar vader is een ijshockeygod. Haar broer is aanvoerder van het meest succesvolle NHL-team ter wereld. En haar zwager die speelt in de competitie. En hun levens zijn heel gecompliceerd, waardoor zij zoiets heeft van: nou, ik kies bewust voor een ander pad, want daar heb ik gewoon geen zin in. Zij werd verliefd op een wetenschapper, maar in plaats van een huwelijk aanzoek te doen, maakte die man het uit. Ze heeft 4 maanden lang naar haar verlovingsfoto op Instagram zitten kijken en ze kon hem daar niet mee laten wegkomen. En het maakte haar niet uit hoe, maar ze ging die man laten inzien dat ze hem niet meer nodig had. Hoe deed ze dit? Door zijn grote idool, Evan Richards, dat is dus wel een ijshockeyspeler. Hij is heel groot fan van haar, die ex van haar. En die vraagt ze mee naar een feestje. Die Evan die is in de running om zijn puntenrecord van vorig jaar te verbreken. Klaar om de eerste plaats in de competitie te claimen. Als beste in het veld had hij zijn carrière hoog in het vaandel. En toen heeft die Zara, die heeft dus getwitterd naar hem. Of hij samen met haar naar de bruiloft van haar ex wilde gaan. Dat is eigenlijk wel het ergste wat er kon gebeuren. Want een PR-nachtmerrie, aan de andere kant het beste. Maar ja, het klonk een beetje als een stunt natuurlijk. Maar hij dacht ook wel, misschien heb ik wel een leuke nacht met een mooie vrouw. Dus eigenlijk, dit verhaal begon ook echt helemaal als een spel, zeg maar. Ze waren gewoon helemaal niet van plan om een relatie aan te gaan. Zij wilde die ex gewoon op zijn plek zetten door die man mee te nemen. Maar uiteindelijk groeien ze steeds dichter naar elkaar toe. En ja, tuurlijk, ze hebben wel obstakels op de weg. Maar uiteindelijk komen ze dan toch op een hele gezellige manier bij elkaar. Het is wel even lastig omdat ze allebei weer in een andere stad wonen. En Sarah eigenlijk geen ijshockeyspeler wil daten. Maar uiteindelijk komt er toch, is het gewoon een heel erg mooi verhaal hoe ze bij elkaar komen. En deze boeken, dat is eigenlijk een spin-off van de Dit is serie. Deze komt uit de Soulmate serie. Ook die eerste serie heb ik onwijs van genoten. En ook van deze serie geniet ik heel erg. Dus ondanks dat ik zelf niks met ijshockey heb of zo en ook niet alle termen begrijp, vond ik het boek wel echt fantastisch leuk. Het volgende boek is wederom van E.L. Todd. En dit is het boek Tegen alle verwachtingen in. Deze komt uit de Voor Eeuwige reeks en dit is deel 8.
Kaifin is inmiddels weer terugverhuisd naar de stad waar Sky ook woont en zijn andere vrienden. Ze beginnen een beetje te werken aan hun moeilijk gecompliceerde relatie. Ze willen in eerste instantie gewoon als vrienden het weer opbouwen. Ze hebben eigenlijk heel veel ruzie gehad. En Sky heeft Kaifin ook echt een hele tijd niet gezien. Maar elke keer zoekt hij wel toenadering, maar hij vlucht ook net zo hard weer weg. En dat is voor Sky heel erg lastig. Zij is inmiddels ook begonnen op haar nieuwe werk. En dat is in het bedrijf van haar vader. Want de bedoeling is dat zij dat bedrijf uiteindelijk zal overnemen. Conrad is inmiddels uit elkaar met Beatrice. En door die breuk is hij eigenlijk heel erg depressief geraakt. Hij deelt een huis met Theo. Op dat moment woont Alex daar ook nog. En die zijn gelukkiger dan ooit. En Conrad heeft zoiets, ik blijf wel in mijn kamer. Want dat vind ik gewoon helemaal niks nu. Want ik zit niet in die vibe. En ik vind het gewoon helemaal niet fijn dat hun zo gelukkig zijn. En hij kan eigenlijk alleen maar aan Beatrice denken. Theo die heeft best wel medelijden met Conrad. En omdat zij inmiddels best wel goede vrienden zijn geworden. En hij kan het eigenlijk niet uitstellen dat Conrad zoveel pijn lijdt. Dus hij besluit om naar Beatrice te gaan. En haar eigenlijk te vertellen wat ze misloopt. En haar het een en ander uit te leggen. Waardoor Beatrice haar besluit terugdraait. En Conrad nog een kans wil geven. Zij verhuist ook zelfs naar de plaats toe waar Conrad woont. Daar zoekt zij ook een eigen appartement. Dus ze gaan ook echt niet direct samenwonen. En daar begint zij dan aan haar studie rechten. Arsene die is inmiddels opgepakt voor het dealen van drugs. En er zijn nog wat andere zaken. En Silke die spookt wel door zijn hoofd. Maar hij heeft op een gegeven moment tegen Silke gezegd, je moet me niet meer komen opzoeken. Want als je komt, ik kom niet meer naar de bezoekersruimte toe. Dit doet Silke natuurlijk heel veel pijn. En voor hem is dit de juiste beslissing om haar uit zijn leven te bannen. Hij heeft ondanks dat wel een gebroken hart, maar hij vindt zichzelf gewoon niet goed genoeg voor Silke. De vader van Silke die komt dan ook bij hem langs, want hij heeft bij hun een hele leuke kerst geloof ik gevierd of een andere feestdag. Ik weet niet precies hoe dat gaat in Amerika. Hij komt eigenlijk elke week trouw bij hem langs. Ondanks dat hij weet wat Arsene heeft gedaan. De vader van Silke heeft zelf ook een niet al te schoon verleden, zeg maar. Dus hij kan zich ergens wel verplaatsen in Arsene. Toch is het wel goed dat Silke zou doorgaan met haar leven. Trinity die is inmiddels begonnen aan een nieuwe baan. Ze had heel erg verwacht dat het glamorous zou zijn. Dat is dus niet het geval. Haar basis is echt een verschrikking, want die gooit bijvoorbeeld koffie op de grond expres en dan moet zij het gaan opruimen. Slate die steunt haar wel volkomen en is er altijd voor haar, biedt haar ook een schouder om op uit te huilen. Ze worden eigenlijk steeds verliefder op elkaar in dit boek. En Sky en Carson die zijn heel erg aan het worstelen of hun relatie nog een kans heeft. En Trinity en Slate, dat gaat eigenlijk steeds beter. Slate die maakt op een gegeven moment ook promotie. Hij werkte in het tattoobedrijf van zijn vader, dus dat was wel fijn. En Trinity heeft inmiddels ook een eigen appartement. Daar is Slate heel veel, maar dat is ook niet altijd even fijn, want de appartementen in New York zijn niet super groot. Maar ja... Ook dit boek, zoals ik al zei, het is te veel om in één keer op te noemen. Daarvoor moet je deze boeken echt lezen. Maar ik ben echt fan van de boeken van E.L. Todd. Het volgende boek wat ik las is van Lizzie van der Ham. En deze komt uit de Dans met Me serie. Dit eerste boek heet ook Dans met Me. Dit boek gaat over Lily de Wit. Die loopt stage op het Thorbecke College in Den Haag. Voor haar studie aan het conservatorium. Zingen en dansen zijn haar grote passie en de school heeft haar gevraagd om de musical te organiseren. En daar doen kinderen mee uit allerlei klassen of leerlingen, moet ik eigenlijk zeggen. Als de zesde klasse Cristiano Gomez haar leven binnenstapt en een glansrol krijgt in haar musical, voorziet ze best wel problemen met deze jongen. Want wat wil het feit? Zij is een paar weken eerder is zij met haar zus en vriendin van haar zus is ze naar een concert geweest. En daar komt zij deze jongen ook al tegen. Deze jongen wordt gewoon afgekort tot Chris. Dus
Dus ze gebruiken niet de volledige naam. En zij heeft daar wat foto's gemaakt. En dan praat ze later nog wat met Chris. En dan zegt zij van, joh, voeg mij even toe op Facebook. Want dan kunnen we eventjes die, kunnen we zeg maar die foto's uitwisselen. Zodat die op de Facebookpagina kunnen komen. En zij heeft het gewoon eigenlijk gelijk al superleuk met die Chris. Maar dan komt zij er dus achter dat op de school waar zij stage loopt, Chris haar leerling is. Chris is de rebel van de school, heeft lang haar, een lichaam vol tatoeages en heeft een uitdagende houding. En hij is 19 en op die leeftijd is hij best wel slecht nieuws voor een beginnende docent die nog niet zo zeker van haar zaak is. Maar Chris laat eigenlijk heel duidelijk aan Lily merken dat hij haar wel ziet zitten en hij wil haar versieren. En zij heeft heel veel moeite om zich staande te houden in die stage als ze een jongen moet lesgeven die haar hoofd op hol brengt, terwijl zij zelf nog een relatie heeft. Want zij heeft dus op dat moment nog een relatie, maar ze voelt eigenlijk niet zo heel veel meer voor die man. Maar ja, ze vindt Chris wel superleuk, dus dat is natuurlijk wel heel erg lastig. Dit was het eerste deel en dan gaan we ook gelijk door naar het tweede deel. Het tweede deel heet Houd me vast, uiteraard van Lissie van der Ham. Chris heeft Lily inmiddels gekust en ze is helemaal van slag, want ze kan hem niet meer uit haar hoofd zetten. Ze probeert ook heel erg uit te zoeken wat ze nu met haar relatie wil. En dat komt ook vooral omdat haar vriend hele andere toekomstbeelden heeft dan zij. Hij wil een huis kopen, hij wil zich echt settelen. Maar voor haar hoeft het allemaal niet zo luxe. Hij wil echt een hele grote villa. En ja, zij is met een gewoon huisje eigenlijk ook dik tevreden. Hij vindt ook haar stage die ze loopt en de baan die ze aanneemt, vindt hij eigenlijk helemaal niks. Dus dat natuurlijk botst al heel erg. Ondertussen moet ze ook nog steeds hard aan het werk met de musical leerlingen. En de muziekles moet gegeven worden op de school. Want ze moeten toch die musical neerzetten. Maar Lily krijgt het steeds zwaarder omdat ze elke dag Chris tegen het lijf loopt. En Lily wil er kosten wat het kost toch voor zorgen dat ze volgend jaar terug mag komen op die school als vaste baan het liefst. En om natuurlijk zichzelf te verzekeren van een goede toekomst is het beste om een vaste baan te hebben en een vaste vriend. En dan zou het beste zijn om Chris uit haar hoofd te zetten, maar dat lukt gewoon niet. Op een gegeven moment maakt ze het ook uit met haar vriend. Chris is op een gegeven moment een keer bij haar thuis geweest en hij ziet een foto hangen. En ja, dan biecht ze ook op van ja, ik heb eigenlijk een vriend. En hij is dan heel erg boos, wat ik me wel kan voorstellen, want hij dacht dus dat zij single was. En ze besluit dan toch wel om het uit te maken. En dat is natuurlijk best wel lastig. Inmiddels heeft haar zus, die geeft ook één dag les op het Thorbeck College. Dus ze heeft wat dat betreft daar wel een hele goede steun in. Waardoor ze dus toch ook nog wel goede gesprekken kan voeren. Ze wonen niet zo heel dicht bij elkaar. Dus ze kunnen wel, ze kunnen wel heel goed samen door één deur. En haar zus vindt ook helemaal dat zij voor Chris moet gaan. Maar daar is ze zelf dus nog niet zo zeker van. Het volgende en laatste boek wat ik heb gelezen is ook uit die reeks en deze heet Laat me zingen. Dit is uiteraard van Lissie van der Ham en dit is dus het derde boek. Nadat Lissie er dus achter is gekomen dat Chris verliefd op haar is, heeft ze dus de keuze gemaakt om het uit te maken met haar vriend. Ze leert Chris eigenlijk steeds beter kennen en ze vindt het nog wel moeilijk om haar gevoelens te uiten naar Chris toe. Omdat ze hem ook dan binnen moet laten in haar leven. En het gewoon heel erg lastig is omdat ze heel voorzichtig moeten zijn. Omdat zij haar stage wil behouden. Ze is heel erg bang om haar toekomst te vergooien. Ze krijgt een beetje bijval van. Ze heeft namelijk twee collega's die ook al hetzelfde zoiets hebben meegemaakt. Ze hebben namelijk Martijn van Vliet, die heeft inmiddels zelfs een relatie met zijn oud-leerling. En nog een andere collega, die heeft ook een relatie met een van haar oud-leerlingen. Dus wat dat betreft krijgt ze daar al wel een beetje een waarschuwing van. Probeer het allemaal wel
geniet ervan, maar doe wel super voorzichtig, want het is gewoon heel erg lastig allemaal. Uiteindelijk besluiten ze wel om een relatie aan te gaan, maar het moet allemaal heel geheim. Ze kunnen dus niet in het openbaar met elkaar zich vertonen. Ze krijgt op een gegeven moment zelfs een vaste baan voor het jaar erop. Daar is ze heel blij mee. En ze besluiten dan ook om echt te wachten tot Chris is afgestudeerd. Voordat ze dan ook echt samen in het openbaar kunnen verschijnen. Dit was het laatste deel uit deze reeks. En ik vind ze echt heel erg mooi. Ik denk zelf dat het misschien... ik kan het even nakijken. Het zijn best wel korte boeken. Het zijn boeken van 50 pagina's. Voor het laatste boek betaal je bij wijze van voor het e-book betaal je €3. Ik denk dat als ze gewoon het hele boek bij elkaar hadden gebonden, dan heb je een boek van 150 pagina's. Dat het op zich nog leuker geweest zou zijn, denk ik zelf. Ik weet niet of mensen €3 willen betalen voor een boek met maar 50 pagina's. En ik denk gewoon, als je deze boeken in één had gebundeld, had je eigenlijk gewoon een mooi wat dikker boek gehad. En dat was eigenlijk gewoon heel mooi geweest. Maar desondanks geniet ik wel heel erg van die reeks. Gewoon dat ik het ook heel erg leuk vind dat je Nederlandse dingen herkent. Bepaalde plaatsen kun je herkennen. En dat vind ik wel heel leuk. En de verhalen spreken me wel heel erg aan. Ondanks dat ik het wel heel fout vind dat je een relatie begint met een leerling. Laat ik dat voorop stellen. Maar ik heb wel genoten van dit boek. Nou, dan waren dit alweer alle boeken die ik in december heb gelezen. Het waren er op zich best wel veel. Het is misschien ook best wel veel informatie wat je nu te horen hebt gekregen. Desondanks ben ik toch wel benieuwd of jij, naar aanleiding van deze video, denkt... Goh, ik zou wel benieuwd zijn naar bepaalde boeken. Of ik heb zelf een heel andere genre wat ik lees. Misschien lees je wel helemaal niet. Maar ja, misschien nu we toch allemaal binnen zitten, dat het toch wel... ook een beetje tijdverdrijf kan zijn als je vervult dat je lekker een goed boek erbij pakt. Ik weet het niet. Laat zeker even weten in de comments of jij zelf een lezer bent of dat je benieuwd bent naar een van deze boeken. Of wat je dan zo wel graag leest. Vind ik wel leuk om te lezen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je daar nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje met mijn gezicht drukken of op de rode button op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat dat belletje. Als je daarop klikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doei!